Hoi, Sander hier van Radio Winkel. Veel mensen hebben natuurlijk last van de afschakeling van analoge radio door de kabelmaatschappij. Bijvoorbeeld een Ziggo heeft veel klanten die allemaal over moeten naar radio luisteren via de televisie of via een andere mogelijkheid. Een van de mogelijkheden die je hebt is het aanschaffen van een digitale tuner. Een tuner met DAB+. Digitale radio via de ether, via een antennetje wat erbij zit, gewoon uit de lucht. Een andere interessante optie, denk ik, is een hybride tuner. Dat is zowel FM, nou ja, dat heb je meestal al. DAB+ dus, en als belangrijkste optie internetradio via de wifi of via een kabel vanaf je router. Hoe ziet dat eruit? Nou, ik heb hier eentje die... Bij ons de populairste is eigenlijk, is een Sankeyan Fusion 600, WFT3 ook wel genoemd vroeger. Dit is zo'n hybride tuner. Hiermee kan je eigenlijk alles wat je gewend bent om te ontvangen, opnieuw ontvangen zonder al te veel gedoe. En nog veel meer. Ik zal even laten zien een beetje hoe het werkt. Dan pak ik even een andere bekende tuner voor. Dit is een Technicsat 143 CD. Ziet er ongeveer hetzelfde uit. Sankeyan is wat beter voor als je een goede audio installatie hebt. Dan zou ik eerder naar de Sankeyan kijken. Maar deze voldoet ook prima. Het leuke aan deze is dat hij ook een ingebouwde CD-speler heeft. Dus mocht je die toevallig ook willen vervangen of weer eens een keer een CD'tje willen luisteren, dan is dit een leuke. Nou, hoe werkt dat? Even de simpel uitproberen te leggen, de aansluitingen. Zo'n tuner heeft, die zijn bijna allemaal hetzelfde, maar even als voorbeeld deze, dus de 143 CD. Hier zit de antenne aansluiting voor de DAB+ en FM. Nou, mocht je dat nog willen gebruiken, die antenne zit erbij. Het is gewoon een spriet of een kabelantenne. Hier kan je de internet aansluiting op aansluiten, maar dat kan ook via de wifi. Dus als je geen zin hebt om een netwerkkabel te leggen, dan kan je gewoon de wifi gebruiken. Nou, wat digitale uitgangen, een optische en een coaxiale. Dan moet je je versterker natuurlijk wel zo'n ingang hebben. De nieuwere hebben dat. Dit is eigenlijk de meest gebruikte. Deze, de output. Daar kan je hem op je versterker aansluiten. Dat gaat meestal gewoon met zo'n soort kabeltje. Dus aan, de meeste mensen kennen dat wel. Dat noemen ze een dubbele tulp. Nou, die stop je gewoon hierin, daarin. En de andere kant natuurlijk in een audio ingang van je versterker. Je zet je versterker op audio in of op aux of lijn in of tape. Of, alle ingangen zijn goed, zolang het maar geen phono is. Daar mag je hem dus niet op aansluiten. En klaar. Nou, dan moet je hem gaan instellen. Ik zal hem eventjes aanzetten. Te laten zien hoe het werkt. Eventjes dichterbij komen. Cameravrouw. Ja, hij is even aan het opstarten. Dus dit gebeurt als je hem dan de eerste keer aanzet op stroom. Als je hem uit de doos haalt. Dat werkt bij de meeste van die tuners hetzelfde. In dit geval dus de Technicsat, een grote fabrikant van radio's uit Duitsland, een belangrijk merk. Nou, hier krijg je even een privacyverklaring. In feite druk je die gewoon door. Ja, je mag hem even gaan lezen online, maar ik geloof dat wel. Dus ik druk hem gewoon door met select. Dan krijg je het instellen. Willen we dat nu doen? Ja, dat willen we nu doen. 24 uur formaat, ja. Tijd updaten van internet, ja. Tijdzone Madrid, Amsterdam. Zomertijd staat nog op uit. De internetverbinding behouden, ja. Dan gaat hij zoeken naar welke wifi, wifi verbindingen hier te vinden zijn. Nou, die van mij staat erbij. Dit is hem. Dus het is steeds draaien en drukken. Dat werkt bij al die tuners een beetje hetzelfde. Nou, ik sla de WPS over. Krijg je dus het alfabet.
camera gaat nu eventjes wegdraaien en mij filmen, omdat ik het wachtwoord ga intypen. Dus even kijken. Zo, wachtwoord erin zetten. ABCD, EFG, 0, 1, 2, 3 enzovoort. Alles kan je intypen. Ja, dan gaan we weer. Gaat hij kijken of ik het wachtwoord heb ingetypt. Goed heb ingetypt. Dit is uiteraard een eenmalige actie, hè, bij de allereerste installatie van de tuner. Hoef je daarna niet meer te doen. Nou, verbonden. Gaan we met select kiezen. Dan gaan we eerst even de taal op het Nederlands zetten. Bij systeeminstellingen. Sprache. En dan Nederlands. Zo. Zo, de taal dus Nederlands. Ga ik even terug naar het menu. Nou, dit is dus een tuner met ook een cd-speler. Dus die heeft ja, een optie extra ten opzichte van andere tuners. Dat is een van de weinige die ook een cd-speler heeft. Hier heb je eigenlijk het hoofdmenu. Internetradio gaan we zo kijken. Spotify Connect. Muziekspeler. Via bijvoorbeeld de USB. DAP FM. DAP is altijd DAP+ in onze contraien. Bluetooth ontvangst. Dus dan kun je dus met je telefoon of je laptop muziek erin sturen. CD-speler. Hij heeft ook nog een ingang. Dat is ook best wel bijzonder. Dus stel je hebt een versterker met maar één ingang. Nou, dan waar zit dan bijvoorbeeld al een cassette deck op? Ik zeg maar wat. Ja, en dat is wel onhandig. Want dan wil je toch de tuner aansluiten. Nou, dan kan je de cassette deck op deze tuner aansluiten. En dan op die manier die cassette luisteren. Nou, nog maar een aantal instellingen. Maar eventjes naar internetradio. Stationslijst. Nou, hier zitten alle ja, ruim 25.000 stations in. Helemaal ingedeeld in menus. We willen natuurlijk eerst eens even kijken naar, in ons geval, naar lokaal Nederland. Je hebt dus indeling in genres. Ze hebben een wat voorselecties gemaakt onder gemarkeerde radiostations en hele populaire op basis van hoeveel mensen luisteren. In deze rubriek, nou laten we die even nemen. Dan zie je hier al ja, een aantal bekende stations. Ik heb op dit moment geen versterker aangesloten, dus we kunnen niks luisteren, maar ja, u begrijpt het idee. Laten we zeggen Radio 1 voor het laatste nieuws over alle ellende van de wereld. Hopla, dus nu als ik een versterker aangesloten zou hebben en ik zou die op de juiste ingang zetten, zouden wij nu naar Radio 1 kunnen luisteren. Nou, stel dat je dat een belangrijke zender vindt, dan kan je dat presetten. Hou je zo'n preset knop ingedrukt, dan kies je bijvoorbeeld de eerste positie, maar je kan ook op 5 zetten wat je wil natuurlijk. Maar ik zeg op 1 en dan bevestig ik hem en is die op 1 opgeslagen. Nou wil ik natuurlijk ook het andere stations luisteren. Ook eens wat leuke muziek bijvoorbeeld. Iets wat ik nog niet ken. Nou, ik kies hier maar wat. Een of ander genre. Ambient Nature. Geen idee. Radio Noordvaarder. Een zender voor mij totaal onbekend. Exotische zender noem ik het maar even. Ja, dat heb je dan ook allemaal erbij. Enzovoorts. En zo over de hele wereld. Je kan ook natuurlijk gewoon gaan zoeken. Stel je weet de naam van een station. Nou, typ hier maar wat in. Ik zeg even Veronica. Dat is een soort ja, unieke naam wel. Dus dan typ ik een stuk of 4-5 karakters in. Draaien en drukken. Zo. En als ik er tevreden over ben, dan ga ik naar oké. Bevestigen. En dan krijg je een aantal stations, waaronder onze eigen Hollandse Radio Veronica. En hoppakee, daar is Radio Veronica. En die kan je dus ook weer presetten. Laten we zeggen dat die bij mij op 2 moet. Druk ik die preset knop, hou ik even 2 seconden in. Favoriet opslaan, draaien naar mijn plekje, nummer 2 en bevestigen met oké. Dus zo werkt dat een beetje. En ja, mocht u nog vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd mailen naar info@radiowinkel.com of bellen als we telefonisch open zijn.
Maar dit werkt, zo werkt eigenlijk een digitale hybride internettuner. En met DAP werkt het eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Dus ik hoop dat u wat wijzer bent geworden over hoe een internetradio in het algemeen werkt. En een digitale tuner in het bijzonder, zoals deze Technisat 143 CD. Of de superieure Sangyang WFT3 werkt exact hetzelfde qua menu, zoals je net gezien hebt, alleen die heeft een wat betere audio kwaliteit. Tot ziens!